strokken van het Centrum voor Volkscultuur in Mattenberg. Nederland heeft dit jaar het UNESCO-verdrag ter bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed ondertekend. En dat is echt revolutionair, want daarmee krijgt Nederland een nieuwe tak van erfgoed erbij. Naast het materieel erfgoed, zoals de monumenten, de archiefstukken en museumvoorwerpen en nog wat kleinere verdragen, wordt nu ook het immaterieel erfgoed erkend als erfgoed. En wat is nu immaterieel erfgoed? Dat zijn gewoon de tradities en rituelen die we van onze ouders en voorouders overnemen, maar op onze beurt ook weer doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Nou ja, je hebt allemaal heel veel tradities, van Sinterklaas tot vuurwerk, oliebollen, stamppot, noem maar op, of kleine familietradities. Dus tradities zijn wel heel erg belangrijk in het doorgeven van generatie op generatie, maar die waren tot nu toe niet erkend als erfgoed. En omdat er heel veel kennis en vaardigheden verdwijnen, omdat Nederland, maar ook de hele wereld, steeds een globalere cultuur krijgt, vond de landen die aangesloten zijn bij UNESCO, vonden het heel belangrijk dat ook het immaterieel erfgoed beschermd zou worden. Dat ze daar zo lang mee gewacht hebben, komt omdat immaterieel erfgoed natuurlijk heel moeilijk te beschermen is. Kijk maar eens naar een schuit met muisjes. Kennen we allemaal, hè? Wat doe je daarmee? Je kan hem in een archief stoppen natuurlijk, dan is er over een tijd niks meer van over. Je kunt het niet restaureren als een monument en je kunt het ook niet in een museum deponeren. Want immaterieel erfgoed zit in de harten van mensen. En die liefde die geven ze telkens weer door. Maar dat betekent niet dat niet hetzelfde blijft, want elke generatie opnieuw moet ook elke keer weer die traditie weer over willen nemen. En ook, kunnen jullie het nou horen, want ik geloof dat jullie het kunnen horen. Elke generatie moest het opnieuw overnemen. En dat betekent ook dat ze het moeten kunnen veranderen naar hun eigen inzicht, naar hun eigen leven. Dus tradities zijn per definitie dynamisch. En dat was ook een heel moeilijk begrip als je het hebt over erfgoed. Want erfgoed gaat heel vaak uit van het moet blijven zoals het was. En in dit verdrag is het juist, het moet veranderen met de tijd mee. En belangrijk is de mensen die daarachter zitten. Het gaat niet om de deskundigen. Die zeggen niet van, dat is belangrijk erfgoed. En, want het is allemaal wat heeft historische waarde of esthetische waarde. Nee, het gaat om dat er een hechte gemeenschap achter zit die de tradities willen overnemen van hun ouders en grootouders. Maar het ook weer willen doorgeven aan hun kinderen en kleinkinderen. Dus die gemeenschap is heel belangrijk. Nou, het Draaksteek doet al een hele tijd mee in het voorbereiden daarop. Heeft er ook heel veel werk aan besteed. Want dat moet ik wel even zeggen. Het is niet zomaar iets als je een voordrag doet. Dan moet je ook je erfgoedzorgplan opzetten. Dus dat betekent ook dat je de problemen in het overgeven naar volgende generatie even op papier moet zetten. En ook proberen die knelpunten op te lossen. Nou, dat hebben ze allemaal heel goed over nagedacht. Dus ook een heel stuk papierwerk wat jullie moesten maken. En de afgelopen vergadering heeft de toetsingscommissie, de onafhankelijke toetsingscommissie, heeft daarover vergaderd. En nou willen jullie natuurlijk heel graag weten wat er uitgekomen is. Ik laat jullie gewoon meedenken. Want een van de dingen waar ze naar gekeken hebben is draaksteken een traditie? Wat vinden jullie? Ja. Is draaksteken een levende cultuur? Ja. Heeft draaksteken een gemeenschap die zich daar helemaal hard voor wil maken dat het nog tot over honderden jaren heen blijft gebeuren? Ja. En dan is er nog een andere vraag van, heeft het te maken met identiteit van Bezel? Ja. Nou, dan zijn jullie al bijna geslaagd. Maar ze hebben ook nog gekeken van, zit jullie erfgoedzorgplan, zit dat goed in elkaar? Want vanaf op het moment dat je op zo'n inventaris komt te staan, dan ben je ook echt letterlijk, moet je erfgoedzorg plegen. En nou heeft Nederland heeft één inventaris. Straks komen er ook nog gemeentelijke inventarissen
sociale inventarissen, maar er is alleen nog maar één nationale inventaris immaterieel cultureel erfgoed in Nederland. En dan moet je, als je daarop staat, is het te vergelijken met een rijksmonument. En ik kan jullie zeggen, want ik zag het net nog staan met vraagteken. Draaksteken is vandaag op de nationale inventaris immaterieel, cultureel, erfgoed gezet. En ik feliciteer jullie allemaal van harte met deze doorbraak. Nationale inventaris. Dus jullie lopen wat Limburg betreft helemaal vooraan. En de burgemeester krijgt voor mij, maandag denk ik, hè, want krijgt voor mij een brief. Wat een verplichting ook, dat ook de burgemeester en de gemeente ook trots op is op zijn traditie, op zijn rijksmonument, op zijn rijksimmaterieel erfgoed. En dat jullie moeten zorgen dat het kan groeien en bloeien. En dat je er ook alles aan doet en dat je ze allemaal zult steunen. Dat het ook geweldig, dat het een geweldig feest blijft. Eén ding nog. De toetsingscommissie vond dat jullie werkelijk een voorbeeld waren voor een erfgoedzorgplan. En dat jullie het fantastisch voor elkaar hadden. En hadden ook dus totaal geen opmerking over jullie. Hoeven ook verder helemaal niks te doen. De komende 2 jaar om u te verbeteren. Het was echt een voorbeeld van hoe je met immaterieel erfgoed moet omgaan. Gefeliciteerd! Nou, Bezel, proficiat! En weet je, bij zo'n goed bericht, en dus werkelijk een heel goed bericht, moet ik toch even aan het zeer denken met het draagsteken van volgens mij 2002 en 2009. En dan denk ik aan de Hofdag, Frank en die hoed. Wij knappen de beschermer en dochter de draak, willen jullie 3 dagen lang de feesten! Maar dat gaan we niet doen. Dat wordt duur. Maar goed, om een kleine gesten te doen, bij het verlaten straks van de zaal krijgen jullie van de stichting Draaksteken in consumptie ben ik uitgereikt. Dus dan ook jullie alvast daar iets op drinken. Proost.